Nijmeegse politici gingen dinsdag op uitnodiging van RN7 met elkaar in debat in de vuurrode stembus. Die was neergestreken op de Grote Markt. Zwevende kiezers hadden nog één keer de kans om de verschillende meningen van de partijen te beluisteren. Ook de politici keken terug op een constructief debat. Dat ging over thema's als veiligheid, woonbeleid, maar ook over de verhouding van de fietser in Nijmegen ten opzichte van die van de automobilist. Wat op de planning staat vandaag nog, vooral campagne. Wij hebben vanochtend op het station gestaan. Straks staan we op de Unie en om 5 uur weer op het stationplein. En we gaan ook wel flyeren. En uiteindelijk vanavond gaan we naar het debat landelijk kijken. En morgen ochtends nog campagne eventjes. En als het gewoon middag is, dan even afwachten. Voor mij staat er vandaag weinig op de planning. Ik heb de laatste 2 weken zwaar intensief campagne gevoerd met een paar man bij ons. We zijn maar een relatief kleine partij, hè, dus wij kunnen niet op honderden vrijwilligers rekenen die door de stad lopen. We zijn goed gestemd, veel positieve geluiden hoort uit de stad. Veel mensen die zijn blij met het beleid van het Links Plus College van de afgelopen 4 jaar. En dan hoop ik ook dat ze daarmee door willen, dat ze het juiste vakje rood maken. Hopelijk lijst 1. Nu ga ik vanmiddag relaxen. Ik denk dat ik lekker in de jacuzzi ga zitten, even thuis en even alles op me laat inwerken. Want het is wel hectisch geweest de laatste weken. Mijn vrouw heeft er last van dat ik s'nachts onrustig slapen zo allemaal. Dus die zou blij zijn als het mooi is. Ja, vanochtend heb ik een tuin omtegeld en vergroend. En dat laat dat het startpunt zijn voor de operatie Steenbreek die wij ondersteunen. Om Nijmegen groener te zijn. Te beginnen met al onze tuinen. En straks ook de Burgstraat. En in de straten en op de pleinen groener te maken. Groen te verbinden. En we gaan straks nog verder met het groener maken van de boomspiegels op diverse plekken in onze mooie stad. Vandaag nog op de planning. Even kijken, vanochtend was er een team op station, hebben ze koffie uitgedeeld. We hebben 50 ontbijtjes uitgedeeld, de ontbijtservice. We zijn nu nog eens een team op de universiteit. Zo meteen gebeurt er ook nog iets. Ik weet eigenlijk niet precies wat, moet ik eerlijk zeggen. Ik was hiermee bezig. En morgen gaan we niets meer doen, want dan moeten mensen gewoon gaan stemmen. Maak gebruik van je stemrecht en ga gewoon stemmen, want laat van je horen. Dat is gewoon heel belangrijk. Nou, we hebben vandaag nog verschillende acties in de stad. En morgen ook nog. Dus vandaag gaan we flyeren natuurlijk bij het station op de universiteit. En morgen staan we ook nog te flyeren bij de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Dus we zijn nog zichtbaar. En morgen vroeg is een verrassing. Dus als je morgen je deur uitstapt, dan moet je even goed kijken aan je deur of daar iets heel bijzonders hangt. Zoals alle andere debatten ook, deze verkiezingscampagne, respectvol en heel leuk om te doen. Maakt ook echt duidelijk waarvoor je kunt kiezen in Nijmegen. En ik hoop dat een heleboel mensen dus ook gaan stemmen. Ja, het was hartstikke leuk. Maar elk debat is eigenlijk gewoon heel erg leuk om te doen. In deze periode is het debatteren gewoon leuk. Ja. Ik ga zometeen nog eventjes in mijn eigen buurt flyeren. Dat staat er nog op de planning. Want dat is de enige buurt die ik nog overgeslagen heb. En morgen wordt het uitslapen en dan morgenavond de uitslag afwachten. Vandaag gaan we de hele dag nog door met campagne voeren. Morgen zijn er ontzettend veel stemlokalen en daar in de buurt wil je niet te veel zichtbaar zijn campagnevoerend. Dus morgen ga ik allereerst eens stemmen. En dan in grote spanning de uitslag afwachten.